Hallo iedereen, welkom weer bij Tobias kanaal, Funzels kanaal en Filmhuis kanaal. En die andere, ja, die persoon telt daar niet. Die en, welkom weer bij Escape the Hunters. We zijn eindelijk weer eens terug. Ja, hè, dat is een lange tijd geleden. En dit groepje hier, dat is Dave, Funzel en Daniel, zijn de Hunters. En wij zijn de victims. Ja. Wij zijn inderdaad de victims. Ja. Okay, de losers. Zijn jullie klaar ervoor? Ik ben er klaar voor. Ja? Ja. Oké, okay, let's go. Heb ik aangezet? Go! Oké. Oké, ik doe even deze klaarzetten. Waar is Daan banaan? We moeten snel wat hout hebben. Yeah. En Tobias heeft weer zijn naam niet meer in. Oh, Tobias! Nee! Wat is dat? Slash kill. Wat heb je gedaan? Nee, ik ben in de zeebodem! Ik heb hem nog niet, Funzel. Funzel, TP me, snel! Slash TP is bruin, Funzel. Kom op! Naar back to lobby. Bram, we gaan beginnen hout te hakken. 11 blokjes en hout zijn genoeg. Heb je dit kopje hebt, Dave? Nee, hoe deed je dat ook weer? Shift en dan? Control inhouden en dan de middelmuis klik. Oké. Okay. Ik mag dat niet. Oh, ik heb een game mode nog. Gewoon game mode C. Goed zo. Oké, jongens, waar zullen we naar beneden gaan? Wat is het voor iemand? Ik zou het ook zo zeggen. Ja, yeah. Nee, daar. Doet het. Nee, ik weet een perfecte plek. Perfecte plek? Ja. Bij de plek, zei je? Ja. Weet zeker? Ja. Oh, dan gaan we er ook heen. The place to be? Wat zijn de coördinaten? Bram? Heb jij zo wat een plek gevonden, zie ik? Hunt knoutje in de game. Je moet wel achter je ding weg terugplaatsen, hè? Ja, daar ben ik al mee bezig. Waar zit je? Let's zitten, go! Alsjeblieft, hak niet bij mij erin naar beneden. Dan zitten we voor het pakken. Ik moet nog een workbench maken nog. Nog die en die. En dat doen we die. Gaan we zo'n machinetje maken. Tobias, hou eens live, Koyo. Begin maar met een leuk machinetje te maken. Ben. Ja. Bad. Daniel, wat doe je? Wat? Ik doe niks. Ga zoeken. Ik ga ze zoeken. Oh, hij heeft toch nooit zo'n apparaat gemaakt? Nee. Dat leren. Dat wordt leuk. Dat wordt leuk. Dave, jij staat ook niks te doen. Wacht, je bent de klok aan het maken. Wow. Ik heb best team ever. Ja, dat heb je zeker. Zo te zien gaat alles heel goed. Ja, ik blame mijn team. Het is allemaal mijn team schuld. Jij zit ook in het team. Ik wist hoe ik die dingen moest sparen. Oh my god, lag. Yeah! Lag! Oh, lag! Oh shit, oké, ik kan al niks plaatsen. Waarom? Oh, oké. Okay. Okay, jouw machine is volgens mij niet helemaal goed gegaan. Nee. Jawel, super effective. Ja, ik ben er mee bezig. Waarom gaat dat bij Renzo wel? Dan gaan de mensen veel sneller wat ik nu doe. Funzo, hoe Tobias, dit ook ben je veilig waar jij bent? Nee. Oh, ben nee. Oké. Okay. Ja, ik wist het. Ik ben letterlijk nog boven, ik ben nog niet beneden. Wat even stoppen. Goed zo, leid ze af voor ons. Ik heb iets fout gedaan. Oh god. Ja, maar je hebt een team, ik vind dat hij naar mij mag tp'en. Ik ga bij Funzo zo'n les volgen. Ja, Bram, hoe kom ik bij jou toe? MSG even de coördinaten. Slash MSG. Funzo, waar zit je? Bram? Oké. Nee, het is slash tel. Waar is Funzo? Slash MSG werkt ook. Shit, Funzo is weg. Ik ben niet weg. Oh, daar. Ik probeer bij jou te komen. Ja, ik ben hem weer, Funzo. Dank je. Mooi. Oh, lag. Wow, wat een lag. Voel de lag. Nee, lag is verboden, wist je nog? Lag is verboden. Ik kan lag niet zo. Dit is een beetje dingetjes. Ik kan lag niet voor. Waar ben je? Oh, daar. Oké. Je hebt XP. Oh, ik ben vlak. Wow, je bent diep. Ja, natuurlijk. We hebben al bed opgegeven. Wauw, nu al. Met twee machientjes. Damn. Oh, nu al bedrock? Wauw. Ja, even kijken hoor. Die ga ik even bij Dave afkijken dan. Bram, daar ben ik ook. Tak, 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 alleen op een heel ander niveau. Leg de redstone op. Bram, ik zie je niet meer. Ik ben dan is het. Nee, ik zie je nog. Gewoon doorgaan, Jochem. Die. Oké. Bram, ik kan nu in jouw coördinaten. Redstone torch. Wegvliegen. Wel lager nu, hè. Redstone torch, oké. Ik neem aan dat het zo lekt, toch? Ja. Ja, maar ik kan niet meer steken. Nee, niet op de Tobias. Ik heb alles teruggeplaatst met steen. Oh, lek. Hou op met die lek. Haal mij maar weer op dan. Ik kan daar niet doorheen. Heb je hout? Nee. Ik vind jullie kwijt. Nou. Waar zijn jullie? Zien jullie mee? Gewoon doorgaan, joh. Ik ben jullie ook kwijt. Waar zijn jullie? Je moet je afpakken.
Ze waren nog geen alles gevonden. Jullie? Dave, pak even een boog in de EFT, nee. Dan kun je ze mee doodschieten straks. Nee, hoeft niet. Laat dat ja, goed. Ja, want we gaan ze verdienen. Voor de tip, was... Wow! Wow! Yeah! Dat is echt gewoon twee woorden die, yo. Wow! Black party over here! Oké. Dave, waar moet dit ding ook alweer? Nergens. Waar is dit ding? Ja, helemaal nergens. Hier. Hier, ik ben nog helemaal boven. Bram, kom even waar je erin bent gegaan. Kom dan in de grote en zoek ons op. Ik ben je helemaal kwijt. Ja, is goed. Hé, hey, maar ik kan best naar mijn TP, ik bedoel, hè. Kijk. Oh, hi! Nee, laat me terug! Laat me terug! Nee! Ze vonden me! Nee! Nee! Bram? Nee. Je weet zeker nee. Waar nee. Is jou? Nee! Laat me terug! Laat me terug! Nee! Bram, dit is nee. Niet veilig. Nee! Nou! 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 No! Oh ja, no. Dat is tijdelijk, hè? Ik heb no! Ik heb yes! Yes! Ik ben dood. Oké, Jo is dood. Ik heb één vraagje, Funzo, Eddie, aan je. Ja. Ik dacht dat er een regel was dat je geen blokken kapot mocht slaan. Dat is. Ik doe alleen blokken kapot slaan omdat ik zeg maar dan die machientjes wil maken. Ja, dat mag wel. Dat is wel altijd zo. Dat doen we altijd. Ja. Dat doen zij ook. Dat doe ik ook. Yo, doe in Game Mode 3 Spectator. Ja, ja. Waarom ik heb ijzer gevonden? Ik ga Spectator mode. Nice. Tik. Heb je steen? Kun je met ik heb die ja. Laten. Oké. Okay. Oh, ik ga lekker ghosten voor je Tobias. Nee, dat mag niet. Oh, dat mag niet. Ghost. Dan kun je wel zeggen altijd. Hou even die ezel. Oké, eens kijken wie jullie zijn. Want ik had gewoon echt pech. Ik vond jou niet meer Bram en ja, dat was het. Ik dacht wel gelukkig van, wat is dit? Wat? Ik kon niks doen. Ik dacht shit. Ik kon jou ook niet meer zien, joh. Nee. Ik weet een plek waar ondergrond waar Bedrock zit. Oh, lek. Jongens. Alleen je hebt echt geluk, Funzo. Wat er zijn die witte, die bommen? Wat we dachten niet mochten. Dat mocht toch 5x5 alleen maar zijn? Ik doe zelfs 3x3 en Funzo doet 5x5, maar dat veroorzaakt nog steeds lek. Ja, en ik plaats gewoon veroorzaakt heel veel lek, laten we het zo zeggen. Ja. Nou, ik kan nog steeds dingen doen met die lek. Dave, ik heb ze gevonden. Wat zeg je? Ik heb ze gevonden. Ja? Ah, knap. Je hebt ze gevonden. Oh, mag je teleporteren? Is lukt. Nee, geen teleporteren. Ah. Dat mag niet. Maar Johan mag het wel omdat hij in de stuk is. Oh. Wacht eens in, daar zit hallo. Zit God! Ren, Tobias! Ren! Yes, Tobias. Ren! Ren is de wind! Ik neem op, Bram neemt niet op. Splitsen. Ga ik ze mijnen, Bram. Ga ik ze mijnen. Bram, pak alle diamonds mee die je kunt pakken. Ren achter de muur. Niet naar Tobias toe. Kom op. Yes, oké, Tobias toe. Nee. Je had een kans om te ontsnappen, Bram. Je had een kans om te ontsnappen. Waar is Bram? Oh. Yes, ik heb helemaal geen hele flikker gedaan. Nice. Ja. MVP op ons team. Yes! Boo. Holy shit! Ik heb alleen maar wat water weggehaald. Serieus, het was gewoon 4 tegen 3 en heb ik gewoon gewonnen. Holy shit! Ik zat in de eerste 5 of 10 minuten zat ik onder de rivier in mijn eentje zonder tools. Tobias, ik zag je. In de rivier? Ja. Maar ik dacht van nee, dat vind ik nu al zielig, dus ik ga er niet naartoe. Wauw. Nu te vroeg. Ik heb je kansen gegeven, Tobias. Toen ben ik het te peet naar Bram, dacht ik. Ja, van, nee, je had ook zo gelukkig, Funzo, dat je mij gewoon had gevonden. Gewoon ja, van toek. Ik dacht shit. Oh. Ja, en ik vond Tobias en Bram ook in één keer gewoon. Wat de fuck? Wauw. Dat is gewoon echt gelukt. Jongens, wij hoorden diamonds. Wij hoorden dat getik van dat ding echt gewoon boven ons. Tik. Ja, oh, ik hoorde ook tik. Weet je wat, Gerrit? Jawel, het was boven ons. We moesten rennen. Funzo, tot jij wegmijnde, dacht dat de eerste Bram of Tobias was die zat te mijnen. Maar ik wist niet dat dat mocht, zeg maar, een tunnel graven, zeg maar, om dat te maken. Ik dacht dat nee, gewoon ik, eerst... Ik doe niet echt een grote tunnel, zo. Ik doe gewoon alleen een plaatsje, zeg maar, gewoon om die dingen te maken. Nou, oké. Okay. Gewoon echt een 5x5 plaatsje en daar zit dan die dispenser. Dit was echt de snelste Escape the Hunter ooit. Oh, geweldig. Ja, maar goed, Ik wil even iets zeggen over Escape the Hunters. Er komt een server aan van mij en Jason en nog wel andere mensen. Mm-hmm. En daar willen we misschien Escape the Hunters als minigame erin doen. Maar daar hebben we pluginmakers voor nodig. Dus stel je voor, jij kan een plugin maken met een van Escape the Hunters erin. Zeg het in deze reacties, of bij Jo of bij Tobias. En dan neem ik contact met je op en dan kunnen we kijken wat wij kunnen doen.
Ja, dat lijkt wel leuk. Precies, man. Lijkt me super stoer. Escape the Hunters minigame. Ja, zodat jullie ook in een kleine server Escape the Hunters kunnen doen met jullie vrienden. En trouwens ook als jullie café zeg maar, Escape the Hunters willen doen, er staat een download link in de beschrijving voor de tweede voor de twee maps, deze map en de vorige map. Dus die kun je altijd downloaden en dan kun je ook zelf Escape the Hunters doen. Nice. Dus dit was weer Escape the Hunters. En dan zien we weer de volgende keer dan, hè? Doei! Next time! Doei! Doei.